Nou, dat kwam eigenlijk door een escalatie. Verschillende medewerkers in de organisatie met een arbeidsbeperking waren al maanden, zo niet langer dan een jaar, bezig om aanpassingen te regelen voor hun werkplek. En dat lukte maar niet en dat waren ze echt zat. Dat hebben ze toen geëscaleerd naar de gemeentesecretaris, naar de ombudsman en eigenlijk, ja, ze hebben best wel wat mensen erbij betrokken. Waaronder ook mijn stedelijk directeur bedrijfsvoering, Nathalie van Berkel. En daarmee hebben ze ook echt de urgentie gecreëerd. En ik denk dat dat echt het beste is wat ze op dat moment hebben kunnen doen. Nou, ze hadden dus gesproken met Nathalie van Berkel, dus degene die verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering. Dat is mijn leidinggevende. En zij kwam toen naar mij toe, ik heb een probleem, of wij als organisatie hebben een probleem. En dat moet opgelost worden. Hoe je dat doet, dat is aan jou. Maar we moeten dat oplossen. Nou, dat was eigenlijk best wel lastig, want ik dacht, nou, nu heb ik best wel een groot probleem. De urgentie is hoog. Het is geëscaleerd naar de ambtelijke top. Ik moet bedenken hoe. Het was zomervakantie. Er waren natuurlijk wel mensen aan het werk, maar ook niet een hele batterij aan mensen. Ik ben toen eigenlijk weer naar het begin gegaan, naar de klant. Heb die mensen gesproken en hun managers. En ben vanuit daar gaan kijken waar ze in deze organisatie tegenaan lopen. Wat er nodig is om die werkplek te regelen, die aangepaste werkplek. En ben zo heel veel interviews gaan houden. En op een gegeven moment kreeg ik niet meer nieuwe informatie. En toen dacht ik, nou, nu weet ik wel wie ik voor de vierdaagse moet uitnodigen. Dat was ontzettend spannend, want ik had natuurlijk al heel veel mensen gesproken in de organisatie die deskundig zijn op de inhoud, het probleem zelf. Maar ik had een aanpak nodig en mijn eigen projectmatige aanpak, daar zou ik het niet mee redden. Dus ik ben toen naar de Amsterdamse school gegaan, een organisatieonderdeel binnen onze organisatie die zich ook bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, nieuwe methodieken. Daar kom ik een deskundige tegen die net een vierdaagse module had ontwikkeld voor het oplossen van taaie vraagstukken. En met haar ben ik om de tafel gegaan en heb het probleem geschetst. En toen zijn we tot een aanpak gekomen. Het spannende was dat ik eigenlijk zelf ook niet wist wat er nou uit zou komen. En ik heb het gepitcht bij mijn directeur. En zij gaf mij het vertrouwen om dit verder op te pakken en uit te werken. Toen ik het vertrouwen had van mijn leidinggevende, toen ben ik de mensen letterlijk gaan verzamelen. En heb een startsessie georganiseerd. En zijn we de vierdaagse ingegaan. En daar hebben we met elkaar gekeken hoe gaan we het probleem nou oplossen. Ja, mijn leidinggevende heeft duidelijk gezegd tegen mij wat zij wilde. En ik ben gaan nadenken dus hoe ik dat ga realiseren. En mijn hoe was vooral gericht op welke aanpak hanteer ik daarbij. Het hoe van de oplossing, dat kwam echt van, dat moet ik hebben van de inhoudelijk deskundige. Ik vond dat best lastig. Want dat is best een organisatie en ik had natuurlijk al die interviews al gehouden. Heb je veel informatie en dan dacht ik, ja, volgens mij moet dit ongeveer die oplossing zijn. En toen moest ik zelf op mijn handen gaan zitten. Nou, dat was ingewikkeld. Het is niet makkelijk, maar toch moet je dit willen. Want door deze aanpak met elkaar, met medewerkers die er verstand van hebben en de klant te kijken naar wat het probleem nou echt is en waar de oplossingen zitten, krijg je ook de beste oplossing en ga je het juiste doen.